Ik ben Rob Sonneviel. Ik ben Robert van Schendel. En wij studeren allebei BTC. Bij Microbeads kijken wij naar de microbeads die zich in scrubs en douchegels bevinden. Het zijn kleine bolletjes plastic van petrochemie. In principe wanneer die landen in het doucheputje en het komt uiteindelijk in de zee terecht, kan het een milieuprobleem veroorzaken. Doordat het in de zee wordt opgegeten door dieren en dergelijke en uiteindelijk ook hoger op in de voedselketen belandt. Voor ons is het nu de uitdaging om te kijken of we plastics kunnen vinden die makkelijk in het milieu af te breken zijn, zodat ze voordat ze door vis worden opgenomen in de voedselketen eigenlijk al afgebroken zijn. De vlamkleurtest staat daar om te identificeren uit wat voor plastic de microbeads bestaan. Want de verschillende plastics hebben bepaalde verschillende eigenschappen. Wij willen kijken of die dan ook echt af te breken zijn, bijvoorbeeld in de omstandigheden die je in de natuur kan vinden. Daarnaast willen wij kijken of wij